Goedemiddag, welkom bij BNR The Big Picture. Ik ben Roelof Hemmen. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Er moesten zelfs extra stoelen de zaal in. Dat is mooi. We gaan het vandaag hebben over arbeid, hoe arbeid verandert. We gaan het hebben over big data bijvoorbeeld. We gaan het hebben over veranderende verdienmodellen. Ik wil gewoon toegang tot muziek en mobiliteit tot muziek. Nou, dat bieden nieuwe diensten aan. Maar dat is een heel ander model. Nou, als je niet meer iets hoeft te bezitten, maar je toegang wil hebben tot. We zien het nu ook in de autobranche. Ik hoef helemaal geen auto. Als ik maar toegang heb tot mobiliteit die me brengt van A naar B op de dag dat ik het nodig heb. Steeds meer mensen worden straks 100. En als we straks allemaal 100 worden, dan zouden we eigenlijk tot ons 85ste moeten werken. Nou, als je dat beseft, dan moet je eigenlijk totaal anders kijken naar werk. En dan moet je eigenlijk alle hokjes tussen werken, leren, ontspannen, sporten en zorgen echt weghalen. Het wordt dan eigenlijk leven. Het wordt leven. Het wordt. En het grote voordeel hiervan is, je hebt geen bewegende delen in de vriezer. Want mechanismen in een vriezer leidt tot veel storingen. En dat voorkom je hiermee. En dan komt het ijsje zo, boem, en laat hem vallen. Nou, pak hem er maar uit. Want wie wil hem hebben? Kijk. Ja. Thank you.